Ja, hoe maken we zuurkool? We hebben daarvoor een grote, iets wat lijkt op een koolspot. Deze komt bij, omdat wij in de Chinese buurt wonen, van de Chinees. Daar hebben we, zoals je kan zien, liggen er twee gewichten, twee stenen op een bord. En hieronder, daar liggen zeg maar de dekbladen van de witte kool. Dit is 5 kilo witte kool, 20 gram grof zeezout per kilo kool. Dat kneed je met jeneverbes, laurierblad en peperkorrels. Dan doe je het in de pot, dan doe je er karnemelk op. Want daarmee start je de melkzure gisting. En een scheut wijn, als je dat lekker vindt. In dit geval heb ik er ook al wijn op gedaan. Deze is nu 2 weken oud, maar hij is al aan het fermenteren. Het is al voorbij zout. Er zit al een zuurtje in. Hij is lekker. Ja, het heeft geduld nodig. 6 weken. Na 6 weken is hij klaar, dan is hij zuur genoeg. Dan kan je hem onder water in de koelkast gaan bewaren, want hij wordt steeds sterker. Je moet er ook aan denken dat hoe ouder je zuurkool wordt, hoe beter je moet spoelen, want het zout trekt er heel erg in. Als het dan eenmaal in de pot zit, laat ik hem eerst 3 dagen, zoals dat heet, op gang komen, op kamertemperatuur. Zodat de melkzuurgisting opstart. Dan doe ik het gewicht erop en de deksel. En dan gaat hij in onze wijnkelder. Zetten we hem weg op 14 graden is dat ongeveer. En dan na 6 weken. Je moet af en toe eens kijken of er niet een schimmellaagje bovenop komt. Maar dat is niet erg. Dan kan je er gewoon afscheppen. Na 6 weken is hij voor consumptie geschikt. Dan is hij zuur. Dan heb je dus echte zure kool. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.